gangen ben reuze blij dat ik thuis ben. En ja, nou ik weet niet even met te vertellen, want ik zie zoveel mensen in het leeg. Welke van de vier overwinningen heeft u eigenlijk de meeste voldoening gegeven? Hey. Ja, de 400 en de 80 meter hoogte. Ja? Ja, dat zijn beide die echt... Dat is wel erg moeilijk. Ja, juist daar is die zo leuk. In gezelschap van Jan Blankers en van de andere leden van de damesatletiekploeg gaat het nu naar de douane die onder deze bijzondere omstandigheden gelukkig zeer soepel is. Maar ja, dienst is dienst. En wie goud wil, is een afzetting van militaire en gemeentepolitie nodig om de opdringende massa in bedwang te houden. Maar in Londen is Fanny Blankers-Koen al wat aan publieke belangstelling gewend geraakt. Van de ontvangst in Amsterdam had ze zich dus... De rit keert. Een eindeloze ovatie moet om Fanny Blankers-Koen... deelnemers te huldigen. Mevrouw, het verheugt ons zeer dat u een stadgenoot bent. Er weinig gelegenheid zijn u hier in de hoofdstad geluk te wensen met het werkelijk buitengewoon resultaat dat u gehaald hebt. Het gemeentebestuur heeft daarop gedacht op welke wijze ze u dan nog kon eren. Gouden medailles, daar geeft u niets meer om. De keus viel op het gedenkboek voor het regeringsjubileum. Mag u dit boek hiermee overhandigen? In de hoop dat u daar stellig weer plezier van zult hebben en het nog dikwijls zou doorbladen. Mevrouw. Ik dank u allemaal voor de hartelijke ontvangst die ik hier gehad heb en gevonden heb dan. En ook voor het mooie boek. Ik sta gewoon perplex. Ik weet niet hoe te zeggen. Na de hulp. De Haarlemmermie Blankers is door hen versierd en geïllumineerd. De ploeggenoten gaan hartelijk toegejuicht alvast naar binnen. Maar Fanny Blankers-Koen mag nog niet weg. De mensen die hier urenlang hebben staan wachten zijn nog niet uitgewuifd en uitgezongen. Een fiets. Ze heeft nu lang genoeg hard moeten lopen. Niemand heeft kunnen vermoeden dat Amsterdam in staat zou zijn tot zo'n verbijsterende demonstratie. Voor de hoofden van het publiek heen bereikt haar het geschenk van de bevindende buren. De straat is dichtgespoeld met mensen. De buurtbewoners zijn in de menigte verdronken, voor zover ze niet naar de daken zijn gevlucht. Het huis van de familie. In het stadhuis wacht burgemeester Dayiging gaat het huis toe via de overtoom die op het laatste ogenblik is schoongeveegd. Geblokken zich heen laten gaan en de man die als haar trainer toch ook een aandeel in het grote succes van zijn vrouw heeft gehad, zit er zo bescheiden bij alsof het hem helemaal niet aangaat. Nu komt de dam. De dam die de intochten van Montgomery, van Eisenhower en van Churchill heeft meegemaakt. In Wembley moest ze doen omdat ze anders niet door de mensenmassa heen kwam. In Amsterdam zijn motorpolitie hem er iets voorgesteld. Maar deze ontvangst op het stationsplein maakt het nog geen voeren en moet het eerst aangeven. Op het Damrak? Nee, maar dat is fantastisch. Het verkeer is voor kortie. Maar het ontstellend enthousiasme heeft mevrouw Blankers-Koen niet van de wijs gebracht. Stil. Agenten naar de kleedkamer worden gebracht. Haar damrak overtreft alles wat ze tot medeagenten nodig om haar aan weg te bouwen. Ze heeft gezien, maar dit nog niet. De Damstraat doet vandaag aan Wall Street denken met zijn confetti-regen. Om een snellere deurtocht mogelijk te maken. Ze blijft erbij dat er te veel ophef van haar sportieve prestaties wordt gemaakt. En met zo'n opmerking toont ze dat ze meer is dan alleen 's werelds snelste vrouw.